Het enige wat ik wel zal doen, ik zal het wel een beetje opruimen. Dat vind ik altijd, als je op een gegeven moment ergens een tijdje hebt gewoond, die hebben het leuk gehad, dan vind ik altijd dat je een beetje netjes uit elkaar moet gaan, vind ik altijd. Nee, ben ik serieus. Dat is ook als je ergens een vakantiehuisje hebt gehuurd, of je hebt ergens een tijdje gewerkt, of weet ik veel. Dan vind ik altijd dat je een beetje, ja, maar dan ben ik echt dat je een beetje, nee, maar echt dat je een beetje netjes uit elkaar moet gaan. Dat geldt ook voor de liefde. In de liefde vind ik ook dat mensen moeten netjes uit elkaar gaan. En je hoeft elkaar niet op te ruimen in de liefde, maar je moet een, hoewel dat vaak wel een optie is, maar nee, maar dat ben ik serieus. Ik ben van zo'n generatie, om mij heen gaat dus een beetje iedereen uit elkaar. He, dan mensen ook vaak terecht, mensen zijn een aantal jaren bij elkaar. En dan is het ook wel mooi geweest. Ik bedoel, de wereld is groot, het leven is kort, af en toe even een ander behangetje. Heel goed, nou. Maar wat mij dan opvalt, is dat allerlei volwassen mensen zo raar uit elkaar gaan. Dat gaat met ruzies en met advocaten en de wederzijdse families die zich ermee gaan bemoeien. Ik kom nooit eens twee mensen tegen die zeggen, we zijn zo leuk uit elkaar gegaan. Wil je de video zien? Weet je, dat zou ik nou leuk vinden. Dat zou ik nou leuk vinden. Ik zal een voorbeeld geven. Een vriend van mij, zijn vrouw, wou bij hem weg. Dus hij kon gaan. Nou, en... ik herhaal hem niet. Maar goed, in elk geval... Die gozer was daar zo door op zijn pik getrapt, zou ik maar zeggen. En zo in zijn mannelijke eer aangetast. Weet je wat die gek gedaan heeft? Die heeft al haar liefdesbrieven van vroeger genomen. Die heeft hij op de zaak gekopieerd. En die heeft hij bij haar in de buurt bij iedereen in de brievenbus geduwd. Nou, dat is toch niet netjes? Het is wel humor, maar dat is niet netjes. Ik zal nog een voorbeeld geven. Een andere vriend van mij, die heeft sinds kort een vriendinnetje. Nou, sinds kort weet ze vrouw, laat ik het zo zeggen. Ja, er werd een hele ruzie toen ze dat hoorden en die vrouw maar in de bar en die zei, oh, ga dan bij die slet wonen. En hij zei, nou, bedankt voor de tip. En hij weg. Hij zei later nog bij die rechtbank, ja, het was haar idee. Nou. Ja, goed. Ja, maar hij woont inmiddels 3 jaar bij dat meisje, maar toen was het nog een probleem. Hij moest zijn spullen mee zien te krijgen. Dat werd echt de Rambouillet-onderhandeling, hoor. Dat werd echt... En dat ging om zijn boeken en om zijn kleren en om zijn computer. Nou, hij heeft ontzettend lang moeten lullen. En pas vorige week, dus na bijna 3 jaar, heeft hij zijn laatste spullen teruggekregen. Zijn kleren. Die had zijn vrouw helemaal klaargelegd op tafel. Had ze alleen overal alle knopen afgesloopt. En er een briefje op gelegd. Als zij zo goed kan naaien, zal dit er ook wel lukken. Het is niet netjes. Het is wel humor, jawel. Nog een tip. Ja. Een andere vriend van mij, die is al heel lang met zijn vrouw, maar dat slaat ook helemaal nergens boven. Weet je wel, die zit te praten, dan gaat hij een verhaal vertellen en die vrouw denkt, dat man lul op met je oude verhalen. En die gaat altijd gewoon koffie zetten. En hij merkt het niet eens. En aan het eind van het verhaal zegt hij, oh, koffie. Weet je dat, maar nou. Maar op een gegeven moment zat hij weer een verhaal te vertellen en zijn vrouw dacht, het is toch ook allemaal poppenkast. Het is toch ook raar dat je dat huwelijk volhoudt. Voor wie doe je het? Voor jezelf niet, voor de buren niet. Voor wie doe je het nou? Dus opeens midden in een van de verhaal zegt ze opeens, Herman, je zit een verhaal aan me te vertellen. Hoeft niet. Hou maar op met jouw lulkoek. We moeten gewoon lekker uit elkaar. Dat is een weekend. Ze zei, ja, een weekend. Maar dan wel een heel lang weekend. Zo'n lang weekend heb jij nog niet gehad, Herman. Herman zegt, gaan wij scheiden? Ze zei, ja, Herman, wij gaan scheiden. Hij zegt, wanneer? Ze zegt, op termijn. Waarop Herman zei, ik hou niet van termijn. En weet je wat die gek gedaan heeft? Die is naar de garage gelopen, die heeft de kettingzaag gepakt. Die heeft hem gestart. En die heeft alles wat van hun tweeën was. Ze hadden 1 kind. Niet echt hoor.